The other day, I drove past this terrain. That gave me an idea. Take rejection therapy to new heights. Procrastinating. I know that sitting here for hours is not going to change the fact that I have to go up there and just ask, get it over with. So let's get it over with. Hoi. Kom, we gaan. Hi. Ik ben mezelf aan het vloggen hoor. Yeah. Ik heb een verzoek, dat is misschien een beetje raar. Ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn om één keer een van uw kleinste hoogwerkers te testen. Of je dat mag testen? Ja, of ik dan één keer omhoog en weer naar beneden mag. Dus heb je daar certificaten voor? Nee, ik heb helemaal niks. Omdat je met iemand mee omhoog gaat, dat. Voel jij je daartoe geroepen? Ze willen graag even één keer in een hoogwerker abonneren. Ik heb behoefte nou. Ja? Ja. Oh echt? Ja. Oh, dat vind ik wel, lijkt me leuk. Alleen als u het niet al te druk heeft. Ben je altijd met de balie? Okay. Was this really happening? I could hardly contain my excitement. Deze mevrouw die wil graag even in de hoop werken voor die vlog. Ja, dat heb ik wel gelijk. Ga gewoon in zo'n auto hoog werken, dat hoeft niet helemaal. En ik vlog alleen mezelf, dus niemand die niet wil, nee, komt in beeld. Per se heel hoog of dat niet? Niet per se. Zou je van mij dan? Mag wel, maar dan klem ik me echt aan die reling vast toch? Hij durft ook niet zo. Het zag er zo leuk uit vanaf de snelweg. Zo snel maak je daar niet, althans zou ik er niet gebruik van maken. Of ik moet uit een brandend gebouw worden gered of zo. Ja. Ja. Hoi. Hoi. Deurval. Wat is de bedoeling? Ik zou heel graag in hoogwerken willen om even omhoog en dan weer naar beneden. Oké. Ja, is okay. Hoe hoog wil je dan? Ik heb nog keuzes ook. Ja, wil je heel hoog of daar is het voor? Een vlog. Oefeningen en beeld. Nee. We gaan gewoon heel hoog. Oh, oké. Okay. Je kwam hier gewoon zomaar aankloppen van, oh, mag ik omhoog? Ja. Oh, ik zag het vanaf de snelweg, want dit terrein is redelijk nieuw. En ik dacht van, oh jee, dat is hoog. Dat vind ik stiekem wel leuk. Hier mogen de benen doorheen. Ja. Safety first. Ja, absoluut. Aha. Staat hij vaak op de hoogwerker? Ik ben een van de weinigen die regelmatig omhoog gaat. Daarom kwam hij gelijk bij mij terecht. Je hebt geen hoogtevrees? Ja, dat is gewoon. 3, 2, 5. Oh, goed dat je check. Oké dan. En met mijn eerste fluit, ik ben zelf ook redelijk publiek. Wat houdt dat in? Ik ben zelf een DJ, dus ik sta sowieso vaak op film en dat soort dingen. Zal ik een shout-out doen? Altijd goed. Volg mij op The Real Guzman op Instagram. Kan ik dat even mooi zeggen. Meet Guzman. At night he pumps house and techno tunes through the speakers at Graanrave and Amsterdam Dance Event. Today he's braving the heights at Colley Rental and Sales with me. Oh, jammer, de leukste staan er niet. Nou, die vind ik ook wel aardig hoog. Dit en dit. Zo maak ik ook reclame voor jullie. Ja. Nou, klaar voor een mooi uitzicht? Ja hoor. Oké. Okay. Oh jee, dat gaat wiebelen. Valt mij op. Weet je, bij het gebouw neerzetten, dan is dat voor je belevenis iets minder eng. Als je helemaal in het open staat, dan kan het vrij spannend zijn. Ik vind het wel spannend. Dit zijn nog de meest stabiele hoogwerkers die we hebben. Dat hoop ik. Gelukkig staat er niet zoveel wind. Hij kan drie keer zoveel hebben als het maximaal toegestaan. Dus dat als er iets mis gaat, de kans is heel klein. Oké, okay, niet zeggen. Maar kijk gewoon om je heen, moet je kijken wat voor uitzicht je hebt. Wauw. Ik kijk een molen. Oh ja? Dit valt nog wel mee. Kijk, we hebben daar ook die vrachtwagen, die kan naar 65 meter. Oh my god. Dan zijn de mensen op de grond heel klein. Geschrift. En nu mag je wel weer naar beneden. Dat zou geen baan zijn voor mij. Toen ik hier binnenkwam, 2,5 jaar geleden, toen vond ik het ook eng, binnen zelfs nog. Maar ik ben nu maximaal 70 meter geweest. Wow. Dat vind ik nog steeds wel spannend hoor. Op zo'n vrachtwagen is dat heel anders. We maken van dit soort challenges. Ja. En ik wacht op de dag dat dit niet meer zo spannend is.
zeg maar, dat verdomme op dit dingetje zit. Wow. Wil je het zelf ook nog besturen? Oké. Okay. Dan mag je zelf omhoog gaan. Zeltje voor je heen trappen. Daarvoor werkt hij. Die is omhoog. Dat is uitschuiven voor tekentjes staan en verder bij. Kan eigenlijk niks misgaan. Oh my god! Is dat veilig? Ja hoor. Hoeveel gewicht kan dit bakje hebben? Hij zegt 225 kilo, maar hij kan ongeveer 3 keer zoveel hebben. Maar hij gaat al eerder in alarm en ambulance van het verder. Kijk, nou, die zitten vol met beveiligingen. Wat schuif hem er zo aan? Ja, je kunt gewoon helemaal in uitgeschoven toestand die jij helemaal op. Ik durf niet, nee, dat doe ik. Die gaat weer terug. Ja, oops. Daar was je op. We hebben ook nog wel zo'n schaar waar je mee omhoog gaat. Dat is een platform. Gaat net omhoog. Ja. Daar dan mee omhoog. Dat is net zo verdomde hoog. Heb je nou ook een rondje te lopen? Nee. Ik blijf hier mooi zitten. Nee, nee. Ja, hij werkt wel met een van de veel meer video's, hè? Oh, ja. Ook weer overwonnen. Ja. Dat is ook een beetje hoe ik daar uitdagen, grenzen verleggen. Heel eerlijk, ik had nooit gedacht dat ik hier een jaap zou krijgen. Ja, we zijn hier heel makkelijk in wat dat betreft. Eén keer per jaar krijgen we meerdere schoolklassen hier. Dat is meestal een meisjesklas om meisjes te interesseren voor de techniek. Die wouden ook even omhoog. Nou ja, je hebt mazzel dat deze er nu niet is, anders hadden we deze gepakt. Ik zie het verschil. Ja, dat is... Wij waren ongeveer hier bij dat knikje net, dus dan gaat deze nog een keer zo hoog. Wij waren al 15 tot 20 meter en die ging naar 55 geloof ik. Ik weet zelf niet zo goed hoe die vrachtwagens werken, anders had ik die gepakt. Maar... Het is gelukt hoor. Ja. Ik heb goed pas. Komen er echt helemaal, dit komen ze er weer uit. Dit zijn allemaal kapots en zo. Dus als je een band hebt of stukadoort of zo, gaan allemaal elektrisch. Zoals die is echt heel erg smal. Die is speciaal ontwikkeld voor magazijnen. Als je allemaal voor dit soort stellingen vlak naast elkaar hebt, dan is er altijd een vastgesteld breed pad. En dan passen dan precies die passen daar doorheen. Handig. Heel erg bedankt voor de mogelijkheid. I did not expect that. Recap. I've been living in Berlin for so long that I totally got used to people's resting bitch faces on the streets. And every time I go back to the Netherlands, I am pleasantly surprised by how non-rigid and laid back the people are. If I walk onto company premises in Germany, I more or less expect someone to come up to me and say, "You can't do that here." But at this company, that didn't happen because they didn't care. Rounding off, you're watching this video, meaning the platforms didn't collapse, everything worked out fine, I didn't die. So if you need a cherry picker, a scissor lift, or a different aerial or non-aerial device to satisfy all your construction needs, now you know where to go. Thanks to the real Gooseman for showing me around, and thank you for watching this video. See you in the next one.